Voor buurtschap Stuyvesant was dit jaar alleen de artistieke uitdaging niet genoeg. De enorme olifant van bijna 10 meter die ze maken, moet ook in zijn geheel gaan bewegen. De kop gaat naar boven en naar beneden, naar links en naar rechts. De oren gaan flapperen. De slurf gaat alle kanten op. Er komt ook water uit. Alle vier de poten gaan bewegen. Het bestaat dus afzonderlijke delen, dus je kunt een redelijk natuurgetrouwe stapbeweging maken. Het idee voor de bewegende olifant was snel geboren. Alleen bleek de uitvoering van het ontwerp wat complexer. Het vergt een enorme hoeveelheid aan techniek. Is dit het zenuwcentrum? Een van de zenuwcentra. Hè. Er zijn er twee bedienings. Hier vooraan twee en achteraan ook twee. Dus in totaal vier systemen die met die hendels de beweging gaan controleren. Ik weet niet of de kop beweegt, maar dat gaat echt gigantisch zijn. De slurf ook, daar kan je nooit manueel gaan laten bewegen. Dus hydrauliek was daar de enige oplossing voor. De hoeveelheid aan pompen en leidingen is uniek voor het Corso. Maar het maakt de praalwagen tegelijkertijd ook kwetsbaar. We nemen daar veel risico mee. Als de dahlia's op de wagen zitten, wordt de wagen dusdanig zwaarder dat het wel eens eventueel voor problemen zou kunnen zorgen. Ja, daarnaast weet je nu niet 100% wat het weer gaat doen zondag. Tot nu toe heeft de olifant alle tests doorstaan. De bouwers hebben er daarom goede hoop op dat het dier zich ook zondag netjes zal gedragen. Als de wagen lukt en hij werkt, dan is voor ons die zondag al geslaagd. Er zal heel de buurt blij zijn, het zal feesten zijn. En die prijs, ja, zo hoog mogelijk, maar dat wil iedereen natuurlijk. Dus ik ga daar verder geen uitspraak over doen.